Oké, okay, laten nou, we dan nog even praten over uh, D66 en, uh, en de rol die eigenlijk de politiek, uh, de draai die de politiek heeft gedaan. Eerst hadden we prachtige, betrouwbare pilaren. D66 was dan uh, het nieuwe kit onder blok, maar op een gegeven moment was het ook uh, part of the establishment. Maar nu fragmentariseert het aan alle kanten. Want hoe is jouw rol bij D66 eigenlijk uh, geweest en veranderd in de afgelopen tijd? Ik ben al heel lang lid, maar echt op afstand. Uh, snurkend lid ooit uh, nadrukkelijk. Dus uh, belangstellend, maar noodzakelijkerwijs uh, niet nauw betrokken. De laatste jaren ben ik lid van de Eerste Kamer, dan ben je zeker nauw betrokken. Ik vind dat heel erg leuk en ook nuttig, hoewel mijn partij, onze partij daar echt tegen is. En Van Meterwaan heeft gezegd... we willen eigenlijk die Eerste Kamer opdoeken. Dus dat geeft dan een wat wonderlijk mandaat. Maar in afwachting van andere vormen van correctiemogelijkheid op wetgeving... is dit toch, denk ik, de beste route. Um, en ik stel vast dat uh, we eigenlijk hele goede jaar achter de rug hebben. Gewoon ook in objectieve zin. Als je kijkt naar de belangstelling en waardering van de kiezers. Uh, nu betalen wij een prijs die D66 al vaker heeft betaald. En regeren... Uh, is meneer niet decimeren, maar toch in ieder geval uh, verstaalt het zich vaak in tijdelijk dalende kiezerswaardering. Um, ik denk dat de provinciale statenverkiezingen een goede testcase zullen zijn. Ik ga er in ieder geval zelf mijn best voor doen. Uh, en ik hoop het niet zonder succes, want ik vind dat wij in dit kabinet een hele constructieve rol spelen. Nou, dankzij de Brexit is Europa weer populairder dan ooit, ooit. tevoren. Dus wat dat betreft is, loopt Europa weer voor. Je noemt jezelf een optimist. Als jij kijkt, ja, ervaringen van de optimist, ja. je noemt jezelf een optimist. En als jij kijkt naar al jouw ervaringen, hoe goed moet ik eigenlijk kijken als buitenstaander naar de kwaliteit van al die besturen en die organisatie, die, die raden van bestuur, hoe goed hebben wij het in Nederland voor elkaar? We hebben het denk ik. We hebben het heel goed en het kan altijd beter. Maar het is af en toe ook wel relevant om even om je heen te kijken. Buiten Nederland en te zien waar we staan, wat we bereikt hebben, wat we dus ook te verliezen hebben. En naar de conclusie aan te verbinden: niet dat het goed is en achterover te leunen, maar dat we dankbaar mogen zijn voor een mooi vertrekpunt. Wat doe je nu nog? Naast de Eerste Kamer zit ik hier in de universiteit eh, en geef een college met heel veel plezier terug. van. Wat voor vak? En allerlei vakken die niks meer met econometrie en wiskunde te maken hebben. Dus dat is allemaal. Business? Ja, het is een universiteitshoogleraarschap. Dus je mag eigenlijk doen wat je wilt. Dat, heerlijker kan het niet. En ik zit in heel veel besturen. In heel veel besturen. Er is geen concertgebouw wat zeg maar niet met Alexander zit. Nou, dit was heel kort even in grote stappen. Het boek moet je even lezen. Allerlei leuke anekdotes waar je gewoon een inkijkje hebt in onze bestuursorganisatie. Waar je eigenlijk wel een beeld uit krijgt. Dat was Nederland toch echt wel heel erg blij mogen zijn. Je hoeft maar even naar het buitenland te kijken. Of naar, naar Duitsland of naar, of naar Frankrijk. We hebben het hier geweldig. Goede uh, industrieën, maar ook gewoon een heel goed bestuursapparaat. En ook dankzij Alexander, dankjewel voor al je werk wat je erin hebt gedaan.